Nu ja, achter al die jaren begrijp je niet altijd even goed alles. Dag Kim en Hanne. Hallo. Hallo. Hey. Bedankt om een beetje tijd voor ons vrij te maken. Ik heb gezien op Instagram dat Trouble back in town is. Ja, hè. Oh. Ze spreekt over haar eigen. Het is niet dat dat uw bijnaam is of zo. Nee, totaal niet. Ik ben een engeltje. Het is meer Hanne. Hebben jullie bijnaam voor elkaar? Nee, niet echt, hè. Het verandert soms een keer. Je zegt van februari van ijs geweest. Ja, eigenlijk was dat ook maar kort in België, want van Italië rechtstreeks naar Portugal gereisd om de kwalificaties te doen met de nationale ploeg. En dan had de club had toch gezegd dat ik 2 dagen vrij was. Dus ja. Ik toch nog kort naar huis kunnen komen. Maar ja, dat is ook niet super lang, want Ik zit dan thuis en iedereen gaat werken. Dus ja, dan is het ook niet zo speciaal. Maar ja, wel een beetje family time dan. Ja, kort, want Hanne en de coach moesten dan toch ook naar naam terug. Dus dat was 1 avond allemaal samen en dan, ja, dan ben ik ook alleen thuis. Ja, het is grappig dat je over de coach spreekt. Ja, ik weet niet goed. Papa. Oké. Ja, zoals je zei, zat je in Italië natuurlijk. Hoe was het daar? Een seizoen met een beetje ups en downs, want ik was seizoen begonnen in Frankrijk. Ik was eigenlijk niet van plan om te veranderen van club, want als je ergens start, doe je ook contract uit. Maar ze vroegen of ik dat bereid was om te veranderen. Het was ook Euroleague. Ja, mijn vriendin speelde ook in die ploeg, dat helpt ook wel. Dus normaal... Ja, verander je niet zomaar van club, maar dat vond ik nu wel gunstige omstandigheden. En ik vroeg aan de club of dat ze het zagen zitten om het toch te laten gaan. Wat dacht jij eigenlijk toen dat Kim besloot om naar Italië te vertrekken? Ja, het is Euroleague en Euroleague is het allerhoogste niveau. Het is de Champions League van basketbal. Ja. Dus voor mij was dat eigenlijk een heel logische beslissing. Nieuwe leuke uitdaging en in Italië, ja. Het is daar ook niet slecht. Hè. Ja, zeker. Maar het is niet dat je ze heel hard mist dan. Nee, want tijdens het seizoen zie ik ze amper. Eerlijk. Sorry. Dus het is sowieso heel veel FaceTime en berichtjes sturen, maar sowieso zien we elkaar niet tijdens het seizoen. Ik heb ook op Instagram al willen merken dat de band tussen jullie eigenlijk heel sterk is. Of vergis ik mij daarin? Ja, dat is allemaal fake hoor. Doe het voor de gram. Nee, maar ik denk wel dat we altijd bij elkaar terecht kunnen, ook als we soms tijdens het seizoen eventjes onze eigen weg moeten gaan of niet kunnen focussen. Het is niet dat we constant in contact moeten zijn met elkaar, maar als het nodig is, dan zijn we er zeker en het is wel een sterke band. Ja, het is wel de eerste dat we contacteren als het even wat minder gaat. Maar het is inderdaad niet dat we elkaar elke dag horen. Okay. Ja. En is de band altijd zo goed geweest, vroeger als jullie jong waren ook? Nee hoor. Nee, want ik denk dat ook vroeger ook... Ja, 3 jaar verschil komt ook wel met een beetje competitie. Ja. Niet alleen op basketvlak, ik heb het dan ook niet echt over basket. Dat is ook gewoon thuis. Ja. Ik dat zijn twee zussen. Ja, een typische zussenrelatie, denk ik. Ik denk dat ik soms wel dat klein zusje was die te veel mee wou doen met de grote zus. Maar eigenlijk, toen jij vertrok naar Amerika en dan echt voor 9 maanden weg was, is dat wel beginnen veranderen. Dan besef je ineens van, oh ja, het is toch niet zo slecht met jou. En sindsdien beste vriendinnen dan? Ja, eigenlijk wel. Dat zou ik nog niet bekeken. Mag ik eens een vliegje pakken? Oh, bedankt. Voilà, ik word er ook bij. Heel mooi. Hebben jullie samen de lockdown in het begin ook doorgebracht? Ja, dat was ook een challenge. Dat was een project. Ja, het was een project. Zo lang met 5 in dat... Ja, ik weet niet hoe we daar zijn opgegroeid met 5 en ik... kleiner huis, zou ik zeggen. Ja. Gelukkig hadden we een tuin en vanaf dat de lockdown was, was het super warm weer. Ja. Dus heel veel geluk had. Moest veel het trainen, gezet. Denk ik. Ja, want papa die dan eigenlijk ook zijn eigen appartement had bij de club. Ik woon alleen, jij met Joe woont apart en dan mijn mama woont daar eigenlijk gedurende de week alleen. Dus iedereen is zodanig gewoon van zijn eigen ding te doen. Ja. En dan moet je met 5, in de badkamer, de keuken, want iedereen eet ook anders. Dat was interessant. Maar we zijn er heel huids doorgeraakt. En eigenlijk was wel, als we erop terugkijken, vonden we dat wel een mooie periode, een leuke periode. Jullie hebben alle 2 in Amerika gespeeld? Ja. Bij Colorado?
Colorado, als ik me niet vergis? Colorado State University. Ja, dat was echt wel een zotte ervaring. Ik denk dat we er ook wel veel van geleerd hebben. Elke dag bezig zijn met basket kan alleen maar goed zijn, geweest zijn voor de carrière. Ja, voor mij was het eigenlijk al een hele grote droom om naar Amerika te gaan. Dus dat moest koste wat kost gebeuren. Jammer genoeg, heel veel geblesseerd geweest die periode. Dus ik denk puur basketbal was het een moeilijkere periode. Maar ja, als ervaring, mensen leren kennen, de cultuur, het is fantastisch. Ja, dus je zou het sowieso opnieuw doen? Ja. Ik waarschijnlijk niet. Echt? Ja, maar 2 jaar of zo, geen 4 meer. Oké, dat is wel opvallend. Ja, ik heb daar wel een goede tijd gehad, maar als ik nu, wetende wat ik nu weet, denk ik dat 4 jaar misschien was te veel. Maar ja, je moet ook een diploma halen. Dus ik denk puur op basketvlak dat 2 jaar voor sommige Europese speelsters genoeg is. Met de Cats zijn jullie natuurlijk geplaatst voor de Olympische Spelen. Jullie hebben jullie gekwalificeerd hier in eigen land. Hoe was dat voor jullie? Ja, dat was fantastisch. Ik denk een van de beste momenten uit mijn carrière. Ja. Want die energie dat in die zaal ging, dacht dat ik eraf ging vliegen. Ja, dat was ook de laatste match dat ik met publiek heb gespeeld. En om dat met zo'n volle zaal te kunnen doen, dat is echt, ik denk dat dat mijn laatste herinnering is. Dus dat was eigenlijk wel machtig. Zeker als we nog eens deeltjes van matchen herbekijken of de laatste minuten tegen Zweden, dat was oef. En dan nu die Olympische Spelen. Wat vinden jullie van de loting? Ja, het is een loting met mogelijkheden, maar... Het kon zwaarder. Het kon zwaarder. Het kon zeker ook wel een beetje lichter, maar... Met welke ambities trekken jullie dan naar Tokio? Ik zou het toch heel leuk vinden om hele toernooien te kunnen zijn. Dus dat ik ook de eerste vinden. Ronde overleven. Ja. En dan sta je ineens in die kwartfinales en... dan is alles mogelijk. Ja, wij zijn natuurlijk een heel nuchtere groep. Maar ik droom toch van een kwartfinale en dan een halve finale zou natuurlijk ook heel leuk zijn. Maar dan hangt dus droom je eigenlijk van een medaille? Natuurlijk. Dromen mag, hè. Maar heel veel hangt af van de loting na de eerste ronde. Ja, een beetje geluk hebben hoort er ook soms bij. Maar natuurlijk, elk land die daar staat is absoluut de wereldtop. Ja, en met welk resultaat zijn jullie tevreden? Kwartfinales? Ja, de kwartfinales halen. Oké. Goed. Niet meer dan dat. En de coach bij de Cats, hoe is de band daarmee? Niet slecht. Goeie band. Mee. Goeie mens. Ja. Is het niet moeilijk om je papa als coach te hebben daar? Dat is al een automatisme. Vanaf dat wij op stage zijn, is dat een professionele omgeving en dan merk je daar eigenlijk niks van. We hebben ons daar al goed aangepast, maar dat is ook natuurlijk, hij is onze coach al heel lang en het was niet altijd zo, denk ik. Ik heb hem altijd al gehad, ik denk vanaf 15-jarige leeftijd, dus toen ben je nog wat jonger en begrijp je niet altijd even goed alles. Maar nu, achter al die jaren, begrijp je niet altijd even goed alles. Is dat soms strenger voor jullie dan voor de rest? Nee, ik denk het nu niet meer. In de nationale ploeg heeft hij iedereen altijd gelijk behandeld. Maar way back in clubverband, toen ik jonger was het soms wel redelijk hard voor zijn eigen dochters. Ik heb nooit met Hanne samengespeeld, maar soms was het toch wel... kwamen we naar huis en dan was het niet meer... direct naar bed. Gaan blijven. omdat hij boos was en dan... Maar ik denk dat dat ook wel deels is. Ja. Je bent jong, je gaat ook door de puberteit en je pa is je coach. En dan botst dat natuurlijk. Ja, en dat scheiden ging nog moeilijker, denk ik, toen. Maar achter al die jaren van training is dat nu echt... wij komen toe op stage, dat is dagcoach. Eigenlijk spreken wij hem amper, enkel dan voor basketbal of voor match gerelateerd. Maar het is goed zo dat we alle twee de volledig kunnen scheiden. En het is wel een coach die heel dicht staat bij zijn spelers en die een goede band heeft met iedereen. En dat is zeker niet anders bij ons dan bij een andere speelster. Wat is het eerste dat jullie gaan doen als jullie in Tokio komen? Sushi eten. Slapen waarschijnlijk. Naar waar kijk je uit, behalve het sportieve in Tokio? De Japanse cultuur, maar ik weet niet of dat we dat... Ik denk dat je de andere atleten zien van de andere landen. Ja, dat ook natuurlijk. Welke sushi ga je zeker eten daar? Ik niks met rauwe vis.
Ja, dat, nee? Is, dan, dat is dan al moeilijk. Ik vind dat niet zo lekker eigenlijk. Ja, ik ben wel fan van gewoon sashimi. Wat is het? Ze kennen al de naam. Ja, ja. Maar ja, gewoon ook de maki rolls en zo. Een beetje een mag mix van alles zijn. Welke Belgische atleet wens je zeker een medaille toe als je één iemand mag kiezen? Oh, één iemand maar. Oh, dat vind ik moeilijk. Mezelf? Als je zus had gezegd. Ja, nee, nee. Eeuwtje. Er zijn er veel. Ik heb... Oh. En nu, ja, dat is weer zo typisch. Onder druk kan ik weer aan niemand denken. Ja, de snelle vragenronde valt hier wel in het water. Ja, ja. Begrip snel, hè. Niet begrip. We gaan voor Kassen. Matthias Kassen. Ja, okay. Ik ook. En dan, ja, misschien niet onbelangrijk voor Japan. Kun je al wat woordjes? Konnichiwa. Konnichiwa, ja. Arigato. Konnichiwa is tenen. Oké. Ja, daar stopt het dan ook. Oké. Okay. Kijk, daarmee gaan we het interview in Nederland. Dat was rap, Super bedankt voor jullie tijd. En ik wens jullie natuurlijk alle succes toe in Tokio. Dank je wel.